Kijk naar het weerbericht, speciaal voor de watersport, voor het weekend van 27 en 28 april. Wolkenband boven Nederland op de vrijdag gaat opschuiven naar het oosten en maakt plaats voor opklaringen. Dat betekent dat het weerbeeld er in het weekeinde fraaier uit gaat zien. De wind is eerst noordelijk, draait in de loop van het weekeinde naar het zuidwesten. En die noordelijke wind speelt vooral een flinke rol op de Noordzee en ook in het noorden van het land. Vrijkrachtig kan het daar waaien, windkracht 5. In het binnenland staat minder wind, de wind valt zondag even weg. Later op de dag pikt die weer op, met name op de Noordzee. Het weerbeeld is voor de zeilers in het zuiden van het land niet zo fraai op zaterdag, maar er staat wel voldoende wind. Die wind waait uit de noordelijke richting en levert al gauw een knoop of 17 op, met name op de Noordzee. Het weerbeeld is bewolkt, met hier en daar ook wat regen. De zonkansen zijn wat groter als we naar de noordwestelijke Noordzee gaan en ook in het Waddengebied. Daar een knoop of 12 aan wind, minder wind dus dan op de zuidelijke Noordzee. Het weerbeeld is zondag fraaier met meer ruimte voor de zon en iets hogere temperaturen. In de ochtend staat er weinig wind, de wind pikt in de loop van de middag op, gaat dan uit het zuidwesten waaien en haalt een knoop of 17. Het zuidelijke Noordzee heeft minder wind. Knoop of 13 moeten we nog wel kunnen halen, maar daarmee is het wel gedaan. En in het binnenland stelt de wind sowieso minder voor. Dus meer ruimte voor de zon. De plassen van Limburg hebben kans op een enkele bui. Het weerbeeld voor zondag is dan ook minder vrij, met name door het gebrek aan wind, maar de wind pakt in het noordwestelijke kustgebied wel op. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.